Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Minister-president Eugène Ruggenaert zei gisteren dat het plan om voor het eind van het jaar een nieuwe operator voor de raffinaderij te vinden precies volgens schema loopt. Volgens hem hebben al 10 bedrijven een zogenaamde non-disclosure agreement getekend om daarmee inzicht te krijgen in de gegevens van de raffinaderij. Er vinden gesprekken plaats met meerdere partijen en er zijn al bedrijven op bezoek geweest. Volgens hem kan dan ook volgende maand worden begonnen met concrete onderhandelingen. Dat zal plaatsvinden met meerdere bedrijven waarvan er één partij moet overblijven, aldus Ruggenaert. Het Amerikaans consulaat heeft een oproep gedaan aan Amerikanen op Curaçao om Mambo Beach te vermijden op drukke momenten. Dit als gevolg van een groeiend aantal incidenten in de buurt van Mambo. In een security alert waarschuwen zij om na 9 uur 's avonds de plek niet meer te bezoeken, geen grote evenementen bij te wonen en als men daar naartoe gaat geen waardevolle spullen in de auto's achter te laten. Volgens het consulaat zijn steeds meer toeristen en Amerikanen slachtoffer geworden van overvallen of geweld tijdens hun bezoek aan het gebied. Minister van Volksgezondheid, Natuur en Milieu, Suzy Kamelia Reumer, heeft het parlement gevraagd haar te helpen in haar aanpak van de medisch specialisten. Zij wil regels in kunnen voeren waardoor de medisch specialisten niet buitensporige salarissen meer kunnen verdienen. Gisteren had ze het over een specialist die 3,4 miljoen per jaar verdient. Anderen zouden 1 miljoen per jaar of 9 ton verdienen. Zij wil het reguleren en daarbij heeft ze de hulp nodig van het parlement. Vakbond APVO heeft aangekondigd dat het gevangenispersoneel vandaag niet zal gaan werken in de barakken bij de gevangenis. Daar worden mensen vastgehouden zonder verblijfsvergunning. In plaats van te werken gaan de werknemers een vergadering houden onder werktijd. Er zijn afgelopen tijd vragen gerezen of het gevangenispersoneel wel te werk kan worden gesteld in de barakken. Die vallen officieel niet onder de gevangenis en de gevangenis heeft ook geen verantwoordelijkheid voor de barakken, zo stelt de vakbond. De vergadering is begonnen om 9:30 ochtends. De bedoeling is dat er duidelijkheid komt of de gevangenenbewakers doorgaan met het werk in de barakken. Volgende week gaan minister-president Eugène Ruggenaert, minister van Financiën Kenneth Gijsbertha en minister van Volksgezondheid Suzy Kamelia Reumer naar Nederland. Ze zullen daar onder meer overleggen met minister-president Mark Rutte en met staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties Raymond Knops. Doel is om een gezamenlijk beleid tot stand te laten komen over de financiële situatie van Curaçao. Daarvoor zal waarschijnlijk een akkoord worden ondertekend. Zo zei minister-president Eugène Ruggenaert gisteren. Als dat akkoord wordt ondertekend, betekent dat in feite dat de aanwijzing niet meer opgelegd zal worden. Leerlingen van scholen rondom het Waaigat mochten gisteren kleiballen in het water gooien. Dat lijkt leuk en dat was het ook, maar het is ook nog heel goed voor het water, omdat in de kleiballen bepaalde micro-organismen zijn die het water verder kunnen opschonen. Het gebeurde allemaal in het kader van de Dag van het Milieu die vandaag plaatsvindt. De bedoeling is om de kinderen bewust te maken van het belang om goed voor het milieu te zorgen. Curaçao heeft de eerste wedstrijd gewonnen van het voetbaltoernooi Kings Cup in Thailand. In de eerste wedstrijd werd met 3-1 van India gewonnen. Alle drie de doelpunten werden in de eerste helft gescoord door Curaçao. Roli Bonavellacia, Elson Hooy en Leandro Bacuna scoorden doelpunten. India deed nog wat terug met een penalty. Door de overwinning kwalificeert Curaçao zich voor de finale van het vriendschappelijke toernooi. Daarin wacht gastland Thailand of Vietnam die vandaag tegen elkaar spelen. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.